Ja, hallo lieve vrienden. Een hele, hele goede morgen. Het is net 8 uur in de ochtend geweest. Het is vrijdag 14 juni. En vandaag gaat Karin geopereerd worden. Slecht al op de OK, dat weet ik al wel, want dat moest. Ja, ze moest zich om 7 uur melden. En om 8 uur zou ze al op de OK liggen. Dus ja, ik ga de trein van 4 over 9 halen. Ik moet nog even een hapje eten en koffie, iets dieren nog doen. Maar ik ben er verder klaar voor. En mijn bril schoonmaken, want die ziet er niet uit. Nee. Maar oké, jullie gaan natuurlijk ook wel weer mee. De hele tas gaat mee. Ik moet ook ergens naartoe. Dan mag ik niet vloggen. Nee. Ik mag voor Karin invallen op school. Ja. Als overblijfkracht. Hondje is binnen en hier is Ewin. Ja, ja, oei, 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 hoe moeten we dat nou doen, hè? Wat dikkie. Oh, zo. Maar oké, die zetten we even daar neer, want die moet je zo meteen wel weer op, hè? Ja, die moet je zo meteen wel... Hou eens even op te bijten. Nou dan, jullie krijgen eten. Rode het trouwens zal eten staan. Maar in ieder geval, jullie staan op de tripod zelf nu. Hier is de rest. Dit is de lamp. Met dat andere ding. Hoe heet dat ding? Weet ik veel. Ik weet het niet. Ik zal eens even kijken hoe dat ding heet. Shoulderpold. Als ik het goed uitspreek. Nou, en dan die lamp erop. Nou, en dan komt dit midden. Dat gaatje hier ook. Daar komt de tripod onder. En dan komt bij deze komt dan de camera weer. Maar ja, heb niet nodig. Dus dat blijft thuis. En de rest gaat mee. De tas die staat al klaar. Dus jullie gaan daarin. En dan komt alles goed. De GoPro gaat mee. Dus het komt allemaal goed. Ze zeggen tot later. We'll be right back.
Nou, lieve vrienden, ik zit in de trein. Ik zit overdwars. Want de coupé, ja, die heeft dus een tussenscherm. En je kan er in principe wel ertussendoor gaan. Maar dan zit ik weer met achteruit en keren en draaien. Dus doe ik me niet bij zomaar zitten. Ging er ook des te makkelijker eruit. Het zij achteruit of het zij en vooruit. We zijn dus nog in Den Helder. En ja, ik wacht tot vertrek. Dus ik zou zeggen, ik hou jullie op de hoogte. De GoPro die ik net weer uitgedaan. Het laatste stukje na het station had ik even aan. Hij is nu weer uit. En ik hou jullie allemaal op de hoogte van de reilen en zeilen. Van de Fleur de Lis operatie van mijn dochter Karin. Ik ben zelf op van de zenuwen, dus. Maar ja, we hopen dat alles goed zal komen. Ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn heel gewaard alweer doorheen. Het gaat de goede kant op. We wiebelen heen en weer, van voor naar achteren. Maar dan kan de pret niet boeien. Nee, in Den Haag word ik opgehaald door onze lieftallige Jessica. Dan ga ik dus eerst mee naar de school waar Karin werkt. Daar moet voor het eerst ook gelijk word ik eventjes gebruikt als voorleesoma of zoiets. Ik weet het allemaal niet, maar in ieder geval, we wachten het allemaal af. En nou ja, slecht op de OK. Ja, ze zwaaide nog naar Roderick. En we zien wel hoe het allemaal al verder verloopt vandaag. Ja, ik hoop dat ze er goed uit mag komen. Ik hou jullie op de hoogte van alles. En natuurlijk wordt er bij Karin ook even gevlogd. Doei doei!
in Amsterdam Sloterdijk op het perron te wachten tot het volgende trein komt naar Den Haag toe. Maar ik geloof dat ik nog een keer over moet stappen bij Schiphol in de buurt of zo. Maar ja, dat merken we dan wel weer. Ik zie wel waar het reilt en zeilt. Maar we zijn in ieder geval Amsterdam Sloterdijk. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een glimlach. Probeer ik ook te doen. Ze zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, ik sta nu op het perron van Schiphol. Ja, we moeten daar verder gaan naar Den Haag, hè? Naar Karin, Roderick en Jessica. En ik heb goed nieuws. Karin is al wakker. Ze heeft al naar Roderick gebeld om te zeggen dat ze op de uitslaapkamer lag. Dus het gaat helemaal toppie komen met haar. Ik ben weer blij, ja. Nou nog zien hoe ze eruit ziet vanmiddag, ja. Ze zal nog wel moe wezen, denk ik. Of het is net als de vorige keer dat alles weer in kan en kruiken is. Maar ik hou jullie op de hoogte. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Doei, doei. Iemand die mij kan helpen met...